Natte, koude omstandigheden vandaag in Brunssum. De toeschouwers haalden de paraplu nodig. De lopers tijdens de warm-up zelfs de handschoenen. Heb je geen handschoenen, dan moet je hele lange mouwen maken. Het was niet alleen de regen vandaag die vervelend was. Ja, het staat een beetje wind, een beetje regen. Voor de lopers hoeft dat niet onverdeeld uit te pakken hoor. Je hebt lopers die dit weer prima kunnen verteren en ook hard kunnen lopen. Maar het is een beetje jammer en vooral jammer van het publiek, want drukt de sfeer een beetje. Dat is wel jammer. We zijn van start voor een snelle 10 kilometer. Parcours in Brunssum is altijd bijzonder snel. Ooit werd er het wereldrecord gelopen in 2009, 27.01 van Mika Kogo. En dit is de beste Nederlandse lange afstand atleet Khalid Shoukout. Werd eerder dit jaar in Kerkrade nationaal kampioen cross. Muziek langs het parcours. Het is de vraag of Shoukout dat allemaal meekrijgt. Hier achteraan in het geel. En voorin in die kopgroep loopt Jesper van der Wielen. 23-jarige atleet uit Wijchen. Loopt hier een prima race. Gaat vanaf het begin mee. Heeft een paar jaar gesukkeld met zijn gezondheid. Maar is nu weer op de goede weg. Heeft een persoonlijk record van 28.58 op de 10 kilometer staan, maar dat dateert al uit 2011. Misschien kan dat persoonlijk record vandaag verbeterd worden. Shoukout heeft het zwaar achter in de groep, want het Keniaanse geweld voorin, lopend in het blauw, maakt tempo. Onder andere Esra Sang, de nummer 2 van de Venloop vorige week. En Shoukout moet dan de kopgroep laten gaan. Hij wordt uiteindelijk 12e. In een tijd van 29.54. Jesper van der Wielen draait nog altijd goed mee in die kopgroep. Prima race aan het lopen. En hij kan als enige mee in dit Afrikaanse geweld. We zijn dan terug in het centrum van Brunssum. Van der Wielen moet een klein gaatje laten vallen. Het is nog een dik kilometer tot de finish. En Amos Mitij op kop maakt tempo. Nicodemus Kipkuru is de enige die kan volgen. Zo gaan deze twee lopers uitmaken wie er gaat winnen. Parcoursrecord gaat er niet aan. Daarvoor waren de omstandigheden te zwaar. En het lijkt erop alsof Amos Mitij gaat winnen. De laatste meters komen eraan, maar een sprint van Kipkuru. En die duwt nog net zijn neus voor Mitij over de streep. Winnende tijd van 28.29. Hij, Mitij, dacht dat hij gewonnen had. Maar het was zijn landgenoot Kipkuru die hem in de laatste meter verraste. Wie ook verraste was Jesper van der Wielen. Hij werd 5e in een nieuw persoonlijk record van 28.36. Ik wist dat ik goed in vorm was. Afgelopen zondag liep ik al PS op een rondje van 3 kilometer. En die liep ik alleen. En het eerst liep ik hem altijd met Daniel Chavez en Abdi Nageye. En toen liep ik echt 10 à 15 seconden langzamer. Dus ik wist dat die vorm goed was. Maar we moeten altijd uitkomen en het weer was niet echt goed. Dus dan word je al een beetje nerveus. Maar heel blij met de dikke PR.